Vanochtend in alle vroegte zijn de eerste zwemmers te water gegaan voor de 46e editie van de Zwemvierdaagse in het Borgerle Bad. Tot en met vrijdag zullen veel sportievelingen in totaal 2 kilometer zwemmen. Kinderen zwemmen 1 kilometer. Wij zijn vandaag hier in het Borgerle Bad in Deventer voor de 46e Zwemvierdaagse. 46e editie, in hoeverre verandert die van de afgelopen jaren? Qua deelname is het minder geworden. Door ja, 46e keer, je moet dus, ja, de banen blijven hetzelfde. Maar het randgebeuren, ja, je moet elke keer wat nieuws verzinnen. Hè? En ja, dat wordt steeds moeilijker. En sponsoren is ook steeds moeilijker om te vinden. Iedere middag organiseert het animatieteam diverse activiteiten. Zoals aquakids, een glijbanenrace en schatduiken. Ook wordt op woensdagmiddag 2 keer een demonstratie kickboksen gegeven. We hebben een demonstratie kickboksen onder leiding van mijn collega Tony Hernandez. We hebben beachvolleybal. We hebben elke dag glijbanenrace, waarvan elke dag een dagwinnaar uit de bus komt. En daar hebben we vrijdag de finale ervan. Op de afsluitende dag zal er vanaf 1 uur 's middags een DJ aanwezig zijn en geeft Create Dance een dansclinic. Potentiële deelnemers kunnen zich nog tot morgen inschrijven. Dus mensen die dat voor de televisie zien en horen, kom naar het Borgerle Bad heen en doe mee met de Zwemvierdaagse.